Ik zie dat u een pak papier bij u hebt. Dat is het dus. Dat is het, alle 1600 pagina's. En ik heb ze al twee keren heel grondig doorgenomen. En u bent er voor. Ik ben er absoluut voor. Waarom zijn we er dan nog niet uit op dit moment? Omdat hij nu pas vandaag die 1600 bladzijden bij heeft. En omdat wij de afgelopen twee weken hier op ter Zaken meer hebben gedebatteerd dan twee jaar in het Vlaams Parlement. En dat is echt erg. Want als ik het verschil bekijk, meneer Verreken, bijvoorbeeld tussen het Vlaams Parlement en het Waals Parlement. In september 2014 zijn die geheime onderhandelingen afgerond en is de discussie publiek gemaakt. En vanaf oktober 2014 is het Waals Parlement begonnen met een reeks van commissies, open commissies met tegenstrijdige meningen. En vooral vooral met alle actoren die betrokken zijn, want uh, zoals die 1600 bladzijden ook aangeven, het gaat over heel veel. Het gaat over boeren, het gaat over zorgsector, het gaat over openbare diensten, het gaat over werkgelegenheid, het gaat over enorm veel. En in Wallonië is men twee jaar bezig met een publiek debat, heeft men ook alle actoren uitgenodigd voor tegenstrijdige debatten. In Vlaanderen heeft men twee jaar dat niet gevoerd en heeft men ja. dat eigenlijk op een achterkamertje manier. Dus het gebrek aan democratie, uh, trouwens in heel de Europese Unie, maakt dat we net voor de meet zitten met dit probleem. Dus al... In de Europese Unie de parlementen hadden gedaan, zoals het Waals parlement, dan ben ik er zeker van dat die stem die ook elders in Europa te horen is. Drie miljoen Europeanen hebben een petitie getekend tegenover dit CETA, met volle bewustzijn van wat daarin staat. En dus die stem is ongelooflijk luid en je kan die niet blijven negeren, natuurlijk. We zijn zeven jaar aan het werken aan deze tekst. Vijf jaar in het geheim. Hè? Er, is, er is niks geheim, deze tekst. Er is al het voorbeeld van het NAFTA geweest van Canada. Dat, heeft, dat is een economisch-handelsverdrag met VS en Mexico. Mexico. Dat is een economisch drama geworden. Er zijn miljoenen jobs die gesneuveld zijn. En onze oude importsectoren die gaan zich natuurlijk moeten weren. Daar gaan we misschien ook af en toe jobs sneuvelen. Maar dat, maar is dat gaat meer hormonenvlees, genetisch gemodificeerde organismen, die kloorkippen. Ze komen er niet in. Stel u dat gerust? Totaal niet, omdat men net hetzelfde heeft gezegd toen NAFTA werd afgesloten. Exact hetzelfde. En vooral omdat die hoofdstukken over uh, milieu en de hoofdstukken over tewerkstelling werkstelling in het CETA-akkoord juridisch niet afdwingbaar zijn. Er staan geen mechanismen in. En en dat is natuurlijk een probleem. En tot de kern van de zaak terugkomend, blijft de vraag of dat wij die grotere markten op dit moment nodig hebben. En ik ben voor handel, ik ben voor fair trade, nee, niet voor ook. free trade. Nee, en daarom heb je een ander soort handelsakkoorden nodig dan deze. Dat is de kern van de zaak. Want maar als kan bijvoorbeeld... dat tussen Europa en Canada? Uit fair trade ook? Ja, uiteraard. Of moet dat op kleinere maar dan scuil? niet, uh, niet uh, volgens de principes van het CETA. Ik ga één voorbeeldje geven. Neem nu bijvoorbeeld ons systeem dat wij kennen, meneer Verreek, met de sociale verzekering in de zorgsector en de mutualiteiten de ziekenkast zoals de mensen zeggen dat is een heel sociaal systeem zonder dat systeem vallen heel veel mensen uit de boot in Canada heb je private verzekeraars net zoals bijvoorbeeld in Nederland en die zouden volgens het CETA en volgens de arbitragecommissie België voor de rechtbank kunnen uh, dagen om de gederfde verliezen die ze zouden boeken dus de niet geboekte winsten eigenlijk te kunnen verhalen en dat betekent dat Canada volgens dat verdrag hier kan inbreken private verzekeraars hier kan toelaten en dat betekent dat voor de gewone mensen meneer Vreek, en die komen ze echt tegen dat het onbetaalbaar, onbetaalbaar gaat worden in uh, de private, reactie op private dat verzekeringen. Wordt dit nog binnen een paar dagen ondertekend op langere termijn, of is het van de baan? Wat denkt u? Ik hoop echt van niet. Ik hoop echt van, voor alle Europeanen van niet. En ik hoop echt van niet, omdat het, zoals meneer Verreek ook zegt, een standaard zal zijn ook voor TTIP, plus het Vrijhandelsverdrag met de dit Verenigde is. Staten. En uh, ik hoop dat men dit debat nu eindelijk gaat democratiseren. Want het gaat over 0,5% van onze export. Ja. Het is belangrijk, Canada. Het, gaat, het is belangrijk, Canada. Maar laten we nu de tijd pakken om dat uit de achterkamertjes te, te halen en om een publiek debat in de verschillende parlementen dat te proberen. voeren.